hebben heerlijk eten. Warm eten en koud eten. Druiven. Het zijn hele goede druiven. Ze zijn echt heel lekker. Mag ze ook mee naar huis nemen? Nou ja, dat er armoede is, dat weten mensen tegenwoordig wel, maar... Er is nog steeds veel verborgen armoede, hoor. Ja, inderdaad. De laatste jaren echt wel steeds meer, vind ik. Het is wel meer in de aandacht. Dat is ook waarom ik zoiets heb van, nou, het kan best een andere wending krijgen, zo'n actie als deze. Van, ga voedsel zelf produceren en ga het weggeven aan elkaar. En zorg dat iedereen te eten heeft, in plaats van dat het geëxporteerd wordt naar het buitenland. Er wordt gespeeld met voedsel. Ja. Groente die gemaakt wordt, die zichzelf niet voortplant, waar geen zaden aan komen. Terwijl eigenlijk als je ziet hoeveel zaden er aan één plant komen, dat is weer voor honderden planten. Dus er is makkelijk een overschot te creëren qua voedsel. En daarom vind jij food is free? Food is free, ja. Dat hoort het te zijn. Inderdaad. Maak je los. Ga groente kweken met z'n allen, weet je wel. Dat is denk ik een goede stap. Ja, ook. Ik dacht gisteren, ik ga naar de markt kijken of het nog steeds zo erg is als 10 jaar geleden. Ja, en het is erger geworden. Het is erger geworden, ja. Ja, dat zit er een dik in natuurlijk. Mensen zijn steeds meer nette producten aan het eten. Ik zie dat de appeltjes liggen zelfs ingepakt in net een stuk voor stuk gepakt. Dat was, ik denk, voor een jaartje of 20 of zo. Dat dit soort initiatieven ondernomen worden. En dat ging prima. Als je dat met meerdere mensen samen doet en je maakt gebruik van alles wat over is in deze samenleving, dan kom je heel erg. Zowel met wat er bij de vuilnis ligt als wat er op de markt overblijft aan eten en spullen. Want je hebt eigenlijk niet zoveel geld nodig hier. Wel als je een luxe leven wil leven, maar het meeste is van niks. Er komt nog meer. Ja, dan kunnen we gaan. Naar huis nemen. Heerlijk. Ze los eten. Zoek maar een mooie uit. Kom maar, neem niet zo. Er zitten pietjes in. Tuurlijk. Hoef je niet te vragen hoor. Oppakken. Het is een protest tegen de voedselverspilling. De armoede. Zoals u ziet. Oh, het is free. Ik hoor niet dat. Voedsel zou gratis moeten zijn. Er is een overvloed in Nederland. En mensen hebben zelfs hier honger. Ja, wat dat betreft, we gaan nog een bar in. Ja, natuurlijk goed. Ja. Gratis eten, mevrouw. Ja, dat is waar. Nou, veel succes nog. Hij komt hier nog niet. Zo, we zijn er, een feestje. Het is niet hier logisch. Nou, dat is aardig opgegaan. Ja hoor. Wil je zien wat er nog is? Het is een restje. Nou, misschien dat ze thuis nog trek hebben. Het is leuk als er een groep staat hier en dat mensen met elkaar gaan praten. Sociale dingen is er ook gewoon leuk van. Ja, gezelligheid.
Ja. Ja, je hebt in ieder geval laten zien dat, soms, dat je soms alleen maar een idee nodig hebt. En dat je dat kan gewoon... dat je het gewoon kan doen met een idee. Vertel eens, waar komt het idee vandaan? Het is eigenlijk een soort voetnotbombs. Daar heb ik eten opgehaald wat anders weggegooid zou worden. En ben naar de markt geweest. Daarnaast de vuilniswagen gestaan en het eten ertussen uitgehaald wat nog bruikbaar was. En eigenlijk om mensen een beetje bewust te maken van hoe het anders kan. Dus als ik zelf van het afval kan eten, voor me persoonlijk. En dat ook nog kan delen met mensen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat niet de enige oplossing is, hè? Van de overschotten leven. Want voedsel, voedsel moet ook gekweekt worden. Ja. Dus heb je daar nog ideeën over? Ja, mensen, als u een tuin heeft, een balkon of een raam, zet er wat te groeien in, al is het maar een kruidenplantje. Het is fantastisch en wonderbaarlijk om te zien. En groente hoort niet uit de supermarkt te komen. Groente komt uit de grond. De natuur zit mooi in elkaar. Prachtig, ja. Nature provides. Ja. Thank you.